harte welkom heten bij de speciale nostalgische wieleravond vandaag. In het teken van de wielergeschiedenis van Aarle Riksel, de kerkdorp. Naar aanleiding van het boek dat ik vorig jaar geschreven heb, op het jaar ervoor moet ik eigenlijk zeggen, vorig jaar is uitgebracht. De Dagridders van de Peel. Een van de hoofdstukken ging over Aarle Riksel, of gaat over Aarle Riksel. En vandaag gaan we die geschiedenis met jullie doornemen met een aantal gasten die gaan praten over hun eigen ervaringen in de wielersport. Hun eigen lange of korte wielercarrière. Even zo mezelf. Ik ben normaal gesproken druk bezig met het verslaggeven van wielerwedstrijden. Speaker bij wat grote koersen en wat kleinere koersen. Dat doe ik al heel wat jaartjes, al 40 jaar. Ik ging als jongetje van een jaar of 10 met mijn broers op het fietsje naar de koersen. Kwam ik ook in Aarle Riksel. Destijds was hier in 1972 nog, ik heb het programmaboekje nog bij me. De districtskampioenschappen, district 3. Ik kan me herinneren dat ik voor Kilsom gewoon. Het was steen en steen koud. Het was ook heel erg winderig op onze fietstocht vanuit Lierom, waar ik vandaan kom, hier naar Aarle Riksel en weer terug. Dat was op 12 maart 1972, was ik 15 jaar jong. Waar anderen naar de wielrenners keken, luisterde ik vooral naar de speaker, maar Cor Weidenis. De mensen die ik ook nog kennen uit het verleden, het was de spreekstalmeester van alle koersen zeg maar, hier in het zuiden. En ik dacht bij mezelf van, als ik later groot ben, wil ik hetzelfde gaan doen als wat Cor deed in die tijd. Dus zelf heb ik nooit actief aan wedstrijden deelgenomen. Ik heb zelfs in mijn leven maar één keer op een racefiets gezeten, samen met mijn broers en de Art van Kaan. Ik heb het geweten, dus dat heb ik bezig gehouden met aan praten en schrijven. Dat is een beetje de inleiding op waar we vandaag over praten, de geschiedenis van het wielerennest Aarle Riksel. Ik ben, naar aanleiding van het boek ben ik begonnen met de PR, zeg maar, om tourclubs of wielerclubs interesseren om ook zo'n avond te laten verzorgen. Inmiddels is er al een avond geweest in Deurne, de 1 maart was dat. Ook goed bezocht, ook vanavond zijn we hier. We hebben nog IJsselstein op het programma staan dit jaar, nog als de zomer eind. En ook de mensen uit Erp willen nog graag mij uitnodigen om iets te vertellen over de wielergeschiedenis van Erp. Dat doen we aan de hand van foto's, van filmpjes, van verhalen van de oud-renners. En in het tweede gedeelte van de avond gaan we stilstaan bij de vrouw op de racefiets. Dat doen we samen met Sanne van Paassen. Speciale gast, die is uitgenodigd straks. Ook tegenwoordig co-commentator bij Eurosport. We praten vooral over het vrouwenwielrennen. We hebben een afsluiting, heet hoedje op, hoedje af. Een beetje dezelfde procedure als petje op, petje af. Ik heb voor de mensen die in Deurne zijn geweest andere vragen bedacht voor vandaag. Dus gaat het vandaag over de voorjaarsklassieker. En zo sluiten we de avond af. Dan gaan we nu beginnen met de avond. Als we over het wielrennen praten in deze regio, dan praten we ook over aan de wielen. Die zien we nog in het mooie tenue. Dan hebben we het vooral over de regio. De eerste wielerwedstrijden die georganiseerd werden, werden georganiseerd vanuit Helmond, in de Friesstad. Louis de Venter van Vlissingen was de eerste coureur in die tijd, de Velocipaire. En als we graag iets over de fiets willen weten, dan kunnen we ook even naar dit verhaal luisteren. Maar het woord fiets vandaag komt, dat heeft best wel gebeurd. Ja, 140 jaar. De fiets is in 1861 ongeveer, de trapfiets. Daarvoor had je al wel een fiets zonder trappers in 1817, de Dresine. Maar aanvankelijk werd de fiets Velocipede genoemd. Van Velox en Pes, en dat betekent snelle voet. Waarschijnlijk had dat nog te maken met die loopfiets, want daar moest je dus snel lopen. En ongeveer in de jaren 70, tussen 1870 en 1880, is het woordje fiets opeens ontstaan. Dus eigenlijk een heel jong woord. Maar we hebben geen idee gehad waar dat vandaan komt. Er zijn allerlei theorieën over geweest. Bijvoorbeeld dat het afgeleid zou zijn van de piep die in die fiets zat. Want er was natuurlijk nog geen geoliede fiets. En krijg je piep, piep, fiets, fiets, fiets. Dus dat daar aan komt. Of andere mensen zeggen nee, het komt van velocipede, dat is verbasterd tot fietselepee en fietselepee, etc. En als er uiteindelijk fiets uit ontstaan, sommige mensen zeggen dat nog dat het van een fietsmaker komt die fiets heette, Eli Fiets, maar die ging pas fietsen maken en verkopen toen het woord al fiets al bestond, dat is ook onwaarschijnlijk. Yes. Vitesse zeggen sommige mensen ook nog, het betekent snelheid. En dan is het laatste wat vaak gezegd was, het kwam af van een woordje fietsen. En het betekent op een hele speciale manier heel snel lopen in Oerlen.
vlakbij Eindhoven waar ik woon. Daar heeft ooit een vrouw geleefd rond 1900, die heette Mie Fiets. En die had geen fiets. Nee, maar die heette zo omdat ze op een bepaalde manier liep. Maar dat schijnt dus ook niet waar te zijn. Nu hebben twee Vlamingen een theorie ontdekt. Staat vandaag in het verschenen tijdschrift, het tijdschrift voor Nederlandse taal en letterkunde. Ja. Het is De Boel en De Grauwe, twee Vlamingen van de Universiteit in Gent. Die hebben ontdekt dat het komt van het woordje vieze peert. En dat is Duits. En dan moet je bij vieze niet denken aan een vies paard. Peert moet je wel denken aan een paard. Dat is een beetje een dialectwoord in het Duits. Ik zeg zelf trouwens in mijn dialect ook nog steeds pert. Daar komt het eigenlijk weer vandaan. Maar vieze moet je zien als vieze voorzitter. Een plaatsvervangende voorzitter. De fiets was ooit een plaatsvervanger van een paard. En dat was in feite al, zeggen ze ook, bij die draisine, bij die loopfiets, waar dus nog geen trappers op zaten, die werd ook wel hobbyhorse genoemd en dandyhorse. En dat paard zit er steeds in. Ik heb een fantastisch boek van Stijn Streuvers uit 1915. En die geeft daar ook aan dat ze de fiets heel lange tijd flossenpeert hebben genoemd. Vond hij een verschrikkelijk woord. En die twee... Dat was jammer gezien met Wim Daniels, de Daan zoals wij vroeger zeiden, zoals ik vroeger zei. Ik heb met Wim 2 jaar op de AANVO gezeten, de 4 of 5 maanden zo kennelijk. En die tijd fietsen die ook en nam hij ook deel aan het districtskampioenschap 3. Ik zag dat hij een 7e plaats behaalde in dat jaar. Ik kom straks nog even terug op de wielergeschiedenis van de hele familie Daniels. We gaan naar het volgende toe. Ik zei dat op het eind van de 19e eeuw, de eerste fietsen, rijke industriëlen in Helmond konden die betalen. Louis Ventelen van Wissingen, Bernard Bezemer. En dat was in die tijd ook de eerste wielerwedstrijd. Die ging vanuit Helmond op de markt naar de Aarlewitserse weg. Dat was de aankomst. En dat moet rond 1897 geweest zijn. Iets later is deze club opgericht. Dat is een club niet uit Aarlewitsel, maar uit Beekendonk. Via het regionaal archief heb ik deze foto gekregen. We hebben geen fotomateriaal kunnen vinden van de eerste Aarlewitse wielerclubs. Er waren in 1905 wielerclub De Zwaluw en wielerclub De Valk. Dus wat dat betreft is dit een foto van, zoals we toen allemaal in die tijd uitgezien hadden, de wielerclubs van Wilhelmina. Er waren in die tijd, zoals wij toen noemden, de grasbaanwedstrijden. Dus elk dorp in de regio had een eigen baan. Meestal een grasbaan of een zandbaan. En er waren wel niet alleen wedstrijden opgehouden, maar ook wat hindernisrijden. Je had allerlei kostuumrijden, die het mooiste kostuum aan had. Vaak ging de harmonie of het fanfare voorop, met bruidjes. Er werd een heel dorpsfeest van gemaakt. En hier in 1907 was al een eerste wedstrijd. Jongsleden zaterdag wabbelde de Nederlandse driekleur van de nieuwe fietsbaan. Deze stand voor zover gereed dat ze bereden kan worden. Aanstaande zondag zal ze voor het publiek worden opengesteld. Op dus aanstaande zondag naar Aarlewitsel. Gij liefhebbers der edele fietsport en de spieren van het nieuwe seizoen gestaald. Er waren in die tijd meer fietsen als eind 19e eeuw. En nu konden ook de fabrieksarbeiders zeg maar, een fiets betalen en daarmee aan de wedstrijden deelnemen. En ze werden ook vaak gesponsord door de collega's op de afdeling van de fabrieken in Helmond. Ook voor de mensen hier uit Aarlewitsel die daar werkten. In de jaren 30, dat moet ik ook even vermelden, denk ik ook speciaal, was er een wedstrijdverbod. In de jaren 30 mocht je niet op de openbare weg fietsen. Dat werd soms illegaal wel gedaan. En het werd ook gedaan door de vroegere wielerclub Wilhelmina uit Eindhoven. Die hadden geen vergunning aangevraagd. En er is een ongeval geweest met wielrenners zeiden ze toen. Met een vader van 8 kinderen in Aarlewitsel. En die is toen aan gevolgen daarvan overleden. In de Tweede Kamer werden toen vragen erover gesteld. En hebben ze dus besluit genomen, de regering, van er wordt niet meer op de openbare weg gefietst. Omdat ook een beetje tegen de goede zeden was. Ik heb ooit een verhaal laten vertellen van Wijnand van Mierlo. Die vertelde dat hij in een lange onderbroek, een witte onderbroek ging fietsen. Omdat ze dan zijn benen niet konden zien. Dat mocht dan niet, want het was in strijd met de zeden. Met de goede zeden. In de Tweede Wereldoorlog werd er natuurlijk niet gefietst. Maar na de Tweede Wereldoorlog wel. En een van de eerste wielrenners in Aarlewitsel was Karel van Baal. Dat zal de wat ouder onder jullie wel iets zeggen, want Karel staat hier op de foto van de pedaalridders in Gemert. Dat is de vijfde van niks. Oh ja. Die zal er ook bij staan. Ja. En Karel van Baal heb ik natuurlijk jarenlang ontmoet op de koers, want ik was eigenlijk altijd hier in de regio. Hij kwam altijd in de buurt. Karel die was in de begin jaren 50
de clubkampioen van de Kersenlanders. En zoals ik ook in het boek beschreven heb, hij had wat moeite zeg maar, om te gaan trainen, omdat hij moest studeren voor de technische dienst der gemeentebedrijven Helm, moest je op examen. Dat stond er allemaal ook zo op deze manier in de krant. Dat hij 2 diplomas had gehaald als hulpmonteur en aspirantmonteur. We kenden hem dus in die tijd Karel van Baal. Hier zien we op de foto met Janus Keijten en Willem Steinbakkers van de Kersenlanders. Ja. Daar waren dus de meeste Aarlese renners in de jaren 50 lid van deze vereniging. Uit Mierlo. Er is of een Jan Vogels of een Jo Vogels, daar kunnen jullie misschien wel bij helpen. Er was toen ook een hele talentvolle nieuweling. En die is later geëmigreerd naar Australië, volgens wat ik doorkreeg. Zij zijn de dikke vogels, zei ze ook. Zij zijn de dikke vogels tegen, hè? Ja. Maar was het nou Jan of Jo? Want ik zie of Jan of Jo. Ja, alleen de dikke vogels. Ja, de dikke vogels. En die reed natuurlijk niet zo slecht, want hier werd hij de trainingskoers. En ik heb ook ergens gelezen dat hij nieuwelingenkampioen werd van Vitesse. En Vitesse was het eind van de jaren 40 een club in Beekendonk. Een paar jaar bestaan. Was Pietje Dame, die had ook aan mee. Die werd bij de amateurskampioen. En Jan Vogels dus bij de nieuwelingen. Maar hij zou geëmigreerd zijn naar Australië, want ik kon hem ook veel niet meer terugvinden in de uitslag. Ik heb nog, dankzij Wim Dekker, Wim zit daar, heel veel materiaal gekregen. En ik heb ook het boekje uit 1952 van de Ronde van Aarle-Rekstel. En dan zie je dus daar staan J. Vogels, K. van Baal en G. van Liesand. Dat zou volgens mij Gijs van Liesand moeten zijn. En ook al bekende namen die uit in die periode, begin jaren, de Gramsters zie ik erop staan, de Konen, de Kuip natuurlijk, ja, wat oudere mensen ja, delen. En dat werd georganiseerd ten bate van het Sint-Nicolaas-comité. Dus de jaren 50 zijn er verschillende rondes geweest in de Aarle-Rekstel, die waren allemaal georganiseerd door het Sint-Nicolaas-comité samen met de Kersenlanders. In 1905 werd er al een hele speciale wielerronde, die werd gewonnen door Van de Waterlaat. Maar er deed zich, en dat kan ik even voorlezen, er deed zich ook nog een ernstige valpartij voor, ten gevolge van een dronken kerel die op het parcours gelaveerd kwam. Verbeek en Kees Koop stuitten hun fiets op, deden Sneek met een rem een slagader in de knie door, en toen de slachtoffers geholpen waren, werd naar de dronken kerel gezocht. Nuchter geschokken bleek hij de kuiernatten gebruikt te hebben, hij was nergens meer te vinden. Er zijn nog heel aparte verhalen over de koers in die tijd. Koers die wel verreden staat erboven. Parcours uit klinkers en sintelpad bestaande was zwaar hier in het centrum en het buitengebied van Aarle-Rekstel. In de jaren 50. Matje Zoormans, vorig jaar november overleden, heeft 2 keer de Ronde van Aarle-Rekstel gewonnen. Ik ken Matje, ja, natuurlijk mijn generatie heeft Matje niet meer zien fietsen, maar ik ken hem nog wel als begeleider, als ploegleider. Ja. Want jullie kwamen met jou op. Ja. Dus ik heb vorig jaar nog met mijn dochter contact gehad. Een andere coureur in die tijd, dan gaan we terug naar het begin van de jaren 70, is Pieter Verschuren. Ik zou Pieter willen vragen om even naar mij toe te komen. Maar Pieter kan mij alles vertellen over wat hier te zien is. Pieter, welkom. We hebben elkaar in het kort ontmoet bij het afleveren van het boek destijds. Dus we staan hier, even aan deze kant staan. Het is wel makkelijker om met u te praten. U was in de periode, in het begin jaren 60, coureur. Hier hebben we een foto van jongens die op de fiets staan opgesteld voor de start. Kunt u misschien vertellen? Dat is de Ronde van Gerwen. Ja. Ronde van Gerwen. Ja. In die tijd, ik woonde op de overbrug tussen Aarlijs en Helmonden. En wij waren meer op Helmond georiënteerd, ook wat school betreft. En nou ja, in die tijd zou ik naar de ULO gaan, want daar had ik niet zoveel zin in. Fietsen was veel leuker. En mijn oudste broer die soigneerde mij, die hielp mij daarin, totdat hij trouwde. Toen werd ik minder. Maar dit was de Ronde van Gerwen. Ja. En die heb ik toen gewonnen. Maar dat was een stukje in Gerwen, en de rest was helemaal het buitengebied van Gerwen. Dus je kwam maar 3 keer door Gerwen, en dan de rest was het buitengebied. Maar op zich was dat, ja, met de fiets die toen gemaakt werd op Tiestelist, ik weet niet of jullie die nog kennen. Er was een fiets en er mogen geen remmen op zitten, want anders dan kon je niet fietsen, zei Tiest. En er zat verder ook niks op. Dus
Dus daar heb ik toen mee gewonnen. Dat waren de eerste voorzichtige stappen voor een lange wielercarrière? Nee, het is een hele korte wielercarrière geweest. Want daarna, na de ULO, ben ik naar de MTS gegaan, de technische richting. En mijn broer die was getrouwd, die was uit zicht. Dus, en thuis werd het niet zo gepromoot. Dus dat ging vrij snel af. Ik heb wel een aantal keren bij Buitenlust mee gecrossed. Ja. En het crossen op zich, dat ging eigenlijk het beste. Ja. En toen had ik zelf ook een fiets in elkaar geknutseld. En het stuur was eigenlijk wat te dun, daar had ik wat plaatjes tussen gezet. Ja. Nou, die demmen dus allemaal tussenuit. En toen moest ik de stang vasthouden met mijn hand. En toen werd ik toch nog tweede in die klasse. Dus. Een van de concurrenten die zit daar. Met die bril op. Leo van Schalen, zegt zo niet. Leo van Schalen? Ja. Dag Leo. We kennen de krantenkoppen nog. En een mooie anekdote is, later was mijn vrouw betrokken bij de uitwisseling met Normandië vanuit school. En de zoon van Leo die fietste in Normandië. Toen hebben ze ook gesproken over onze wielercarrière bij Buitenlust in Helmond. En daar werd ook verteld hoe die krantenkoppen toen stonden van Verschuren verslaat Verschalen. Ja, dat vond Leo helemaal niet leuk, maar dat was meer een tijdrit bij Buitenlust. En die startte dan bij Café Verstiphout langs het kanaal. En dan reden we naar Lieshout. Er was geen fietspad, het was gewoon over de weg. En via Lierop kwamen we terug naar het startpunt weer. En dat was het eindpunt. En op een of andere manier was ik toen schijnbaar de snelste. En toen hebben ze dat in de krant geschreven op die manier. Verschuren tot Verschalen, een ander verhaal. Iets te maken met de schoen in de mond. Even dat verhaal af te maken. Toen ze later in het gemeentehuis van Eindhoven kwamen, want er kwamen al die oude strijders bij elkaar, en ook die mensen die in Normandië waren geweest. En daar kwam Leo ook. En die gaf mij een hand en toen zei hij Verschuren, verslaaf, Verschalen. Dat was het eerste wat hij zei, dat heeft hij toch wel een gedaan. Het is niet in het boek teruggelezen, maar wel het verhaal over de schoenen en de sokken in de modder. Ja, dat was in die crosswedstrijd. De weilanden waren allemaal bevroren. En het ijs wat er lag, was een beetje gezakt. Er was een beetje schuin. Nou, dat fiets niet lekker. Dan ga je er snel onderuit. Ondertussen was ik mijn schoenen kwijt en ik had nieuwe sokken daar. Toen kwam ik thuis en we zaten er overal gaten in. En dat vond mijn moeder nog het ergste. Geen lange wielercarrière, toch wel geïnteresseerd gebleven in de wielersport? Jawel, zeker. Ja. Ja, ik heb het altijd wel gevolgd. Maar ja, ik ben wat dat betreft altijd buiten Amerikst geweest in mijn werkzame leven. Maar vandaag was ik er niet en s'avonds was het donker, dus moet ik dat dan allemaal weten. Dat zijn mooie verhalen die verteld heeft over de wielersport. Wil ik bedanken voor de komst hier naartoe en het verhaal over de wielersport begin jaren 60. Bedankt. Gekregen was ik deze foto in Gerben. Dat ik een beetje zie naar de huizen die erachter staan. Tweede paasdag zijn we overigens weer, door de grote ronde van Gerben. Ik kom straks weer terug. Hier met de jury. Op de kaart. Meneer Kleintje Pieter is een prachtige prijs. Een speciale ronde mis. Ja. Een andere coureur die maar kort in Aalrichsen heeft gewoond, dat kon ik terugvinden in Goedlandje de Wielersport. Dat was een blad dat je elke week binnenkreeg als je het bestelde. Met informatie, eigenlijk in de plaats is nu internet gekomen, Wielerflits, maar toen was het Wielersport. En dat had je altijd, helemaal achteraan had je alle licentiehouders staan. Met naam en adres en woonplaats, telefoon, weet ik niet. En dat vond ik in mijn zoektocht ook, dat Gerrit ook een jaar in Aardrijkssel heeft gewoond. Dat is het jaar waarin hij Brabants kampioen werd in Lieshout. Dat is speciaal dat hij Brabants kampioen werd, want hij is een Gelderlander. Hij komt uit Gellicum. Dus een Gelderlander die Brabants kampioen werd. Dat kwam omdat hij lid was van Buitenlust in die tijd. Dus hier zie je mijn rechts een beeld dat hij deel uitmaakt van het team dat rijdt. Of het moet in Wijk bij Duurstede geweest zijn, of in Dronten bij het Nederlandse Club Kampioenschappen. Ja, Wijk bij Duurstede. Dat gaan we nog iets verder terug. Gerrit die is gerechtsdeurwaarder geworden. En heeft zijn zoon volgens mij een kantoor in Eindhoven. Dus hij is ook nog een tijdje beroepsgaande geweest bij Wolder. Dat is een Frans bedrijf, zeg maar, een Frans merk. Dus dat is een beetje in de jaren 60. Nu hoor ik zojuist dat we
nog iemand die binnen hebben zitten, die ook in de jaren 60 gefietst heeft. En daarvan heb ik terug kunnen vinden dat er voor hem een supportersclub was opgericht. Heeft ook koersen gewonnen. En ik had ook graag dat hij even bij me kwam. Henk Gijzers. Henk, welkom. Beetje verrassend dat je misschien naar voren gevraagd wordt, maar als we over de wielersport praten in Aalrijk, dan zeker over de jaren 60, dan moet Henk Gijzers er ook bij genoemd worden. Want hij was een groot talent in die jaren. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Even terugkijken, die begon al op een jonge leeftijd met wielrennen. 14 jaar. Lieshout in de jeugdronde. Ja. Vergeet ik niet meer. Okay. En de Fonske van Kalsbeek deed ook mee. Ja. En die zegt, oh, de dier zit hier veel te groot. Die is al 14 jaar. Ja, het groot was de rest. Ja, ik wou je vrij groot. Dan ben je langzaam met de nieuweling. Heb je ook al koersen gewonnen in die periode? Ik heb er twee gewonnen, meer niet. Nee. Maar één was Helmboy. Dat was een, ik weet niet, misschien de Jan. Zou het Haarsteen kunnen zijn? Ja, klopt. Ja. Nou, ik stond Fonske van Kalsbeek en ik was samen weg. En Pietje riep tegen Fons, nou speelt het. En ik zette op meteen aan en ik had gewonnen. Ik ging de bloemen halen, want zijn moeder was meegegaan. Mijn busje, waar we gehuurd en zo net. En ze zei tegen de vrouw, dat is toch fijn bij die moeder, ze is zo'n zoon en die wint dan. Ja, ze zei, maar dat is de maai, hè? Dat is de maai, hè? Dat was zielsgelukkig met de bloemen. Ja. Je bent ook later overgestapt naar de amateurs. En ik zei zojuist al, was voor jou een supportersclub opgericht in die tijd? Ja, dat klopt. Ja. En er is geloof ik hier aan de wielen uit ontstaan. Ja, dat klopt, hè? Ja. Supportje, dat kreeg je ook niet. Daar hadden ze ook geld voor opgehaald voor om jou wat te steunen, bijvoorbeeld door Duitsland. Ja, klopt. Ik heb een baantje gekregen toen. Ja. Ja, en dan ben ik ook naar Antwerpen geweest. Ik heb er bij Eddie Berg staan. Geen wedstrijden, maar trainings. Dit is voor een dag. Dat vond ik wel leuk. Leuk dat je die verhalen vertelt, want veel mensen zullen aanwezig natuurlijk nog weten in die periode wat er allemaal gebeurt op wielengebied. Je bent lang amateur gebleven, denk ik? Nee, niet zo lang. Nee. Ik heb de jaren 60 tot de jaren 74. Ja. Toen was ik getrouwd en moet ik uit op tafel komen. Ja. Begrijp je wat? En ik kon mijn wielraam niet verdienen. Niet denk ik niet, ik heb het wel een mooi gehad. Ik heb het ook graag gedaan. Je hangen daar, want op een gegeven moment ging ze met een auto mee, moest naar die koersen. En zijn vader zei, dan koop ik de wagen van jullie. Maar mijn oude broer hoorde niet, die moest rijden, ik had geen rijbewijs. Maar je hangen had, die had verkeering aan mij. Dus je had wel zo'n zondag van, ja, moet hij toch weer fietsen? En dat was ooit moeilijkheden, want dus waren niets meer te maken. Of ze van zijn eind van het fietsen, ga je ooit mee. En als je had geen rijbewijs, dus ik had het niet zwart omgeven. Kijk eens, dat verhaal van vroeger die weer opgeraakt wordt vandaag. Ja. Ik wil je bedanken voor je mooie verhaal. Applaus voor Henk Gijzers. Deze keer van deze avond halen we mensen naar voren die misschien niet altijd in het voetlicht gestaan hebben in het verleden, maar uiteindelijk wel verdienen, zoals Henk in dit geval. We gaan door naar andere verhalen of filmpjes. Ik had het straks over de districtskampioenschappen, dat hoekje dat ik hierbij me had, van 1972, die ijzige kou toen. En daar heb ik aan de rechterkant de afdruk van staan. Maar links hebben we nog een andere voorkant van het programmaboekje. Uit het Rijkarchief van Wim Dekker. En dat is de klokkenronde van 1966. En die werd georganiseerd door de Buitenlust. Samen met buurtschap de Lieshoutseweg. En het geld wat er met die rondes opgehaald werd, werd gebruikt volgens mij om activiteiten te organiseren van de Lieshoutseweg. Leo van de Gimmera, die woonde toen op de Lieshoutseweg. Ah. En die zat in die organisatie. Die zat in het buitenlust organisatie. Dat was bij het buitenlust geweest. Ja, ja. Dat is een beetje, het parcours zie je ook, 2,5 kilometer de Dorpstraat. 1966, als ik wat namen doorlees, zal ik even een boekje erbij pakken. Ik ga die helemaal voorlezen, maar misschien dat er ook de plaatselijke favorieten in staan. We hadden het net over overgelegd, dan moet je hier ook ergens tussen staan, tussen de deelnemers. Dat zijn allemaal bekende namen toen in die tijd. 1966. We gaan door naar de volgende. Dan komen we bij de familie Daniels. De eerste foto is van Wim. Ik heb straks al even verteld dat hij nou klasgenoot van mij is. Ik krijg hem nog regelmatig. Wim die was wielrenner eind jaren 60, begin jaren 70. En hier zien we hem op de foto staan. Ik denk links nog als nieuweling en rechts aspirant. Heeft hij kampioen bij Buitenlust. Ik heb hem ook twee koersen zien winnen. Dus, even kijken, Gerwen en Valkenswaard. Misschien dat we deze foto er even bij kunnen pakken. Die kent u ongetwijfeld. Ja. Dat is de foto van de ronde van Gerwen. En daar kan eigenlijk Rini alles over vertellen. Rini, als je even naar voren komt. Kom even naar voren, je staat er zelf op. Dus.
deze was er niet. Dik verhaal, hè? Er staat hier helemaal rechts, kan in de zon staan, dat mensen het kunnen zien. Jullie Wim was coureur, ja. Maar nou, of je nog nooit geweest hebt gekust, weet ik niet, maar die nog nooit gerond is. Hij kuste de middel op de mond, hè. Dat mocht hij eigenlijk niet. Er hoort nog een verhaal bij, want later is jullie Wim nog gaan zoeken naar deze hondenmis. Is hij die gevonden? Niet meer gevonden. Niet meer gevonden. Nee. Dus mocht er iemand zijn die nog weet die in de ronde van Germa die gezucht die volgens mij ronde is geweest, ja, dan moet je weten doorgeven. Laat zien we trouwens het petje van, ik zeg straks al een grote voorbeeld komen eigenlijk is. Ja. Jullie, dat is wel heel speciaal, want jullie gingen natuurlijk, Jan Henk had over een auto waar ze mee naar de koers gingen, maar jullie gingen niet met de auto naar de koers. Meestal met de fiets. Ja. We hebben met mijn vader nog naar de Haag van Kamer gefietst. Ja. Ja. En naar Limburg, Beek, de kampioenschap van Nederland. Ja. Ook al een gegeven moment de fiets dat doen. En later, toen mijn zoon, toen de Ronnie is gaan fietsen. Karel van Baren, die reed altijd. Maar in die tijd dat jullie Wim fietsten, heeft ooit verteld, is je maar twee keer met de auto naar een koers geweest. Dat is de Ronde van Midden-Nederland, die op een baan kwam die je nooit eerder gezien had. En bij het NK in Zandvoort. Maar alle andere koersen ging je altijd met de fiets naartoe. Ja. Hier in de buurt wel. Ja. En het buitenland, ja, dan gingen we natuurlijk met vliegtuigen, met trein. Ja. Je hebt natuurlijk een koers hierheen, ook zijn. Zeker. Nog praten over een andere hobby voor jou, ja. Want dan moet je straks een keer op terugkomen, nu eigenlijk al. Je bent een van de mensen die heel veel wereldkampioenschap bezocht heeft. Ja, heel veel. Ja. Ik denk minimaal 20, 25. Ik heb het niet bijgehouden. Was je ook een Colorado Springs? Nee, want ik ging in Amerika een andere plaats was ik weer. En in Canada. Ja. Je bent bij verschillende kampioenschappen, wereldkampioenschappen geweest. Je bent echt altijd betrokken geweest bij de wielersport. Je bent ook een van de mensen die aan de wieg heeft gestaan van aan de wieg. Daar moet ik het natuurlijk even over hebben. Heel veel mensen die hier zijn, die weten natuurlijk het verhaal wel hoe de club aan de naam komt. Maar het had alles te maken volgens mij met Adriaan Vries. Adriaan Vries is het ontstaan. Maar het naam heeft Wim van Rossenberg. Ja, als we gingen fietsen, dan zei Wim aan de wielen. Zo is de naam ontstaan. Het was eigenlijk vanaf het begin een tour- en supportersclub. Ik heb net even verteld, in 1972 de organisatie van het Wereldkampioenschap. Jullie hebben andere activiteiten georganiseerd, komen straks even op terug, de jeugdavond, vierdaagse. Maar gingen jullie als supporters ook naar de koers toe? Ja, dan gingen we verschillende naar de koers. En ontstaan, toen Eddie Warmans ging fietsen, gingen met bussen naar Limburg, etc. Ja. Ik heb een heel mooi mapje heb ik meegekregen van jullie Ronnie. De verslagen van de eerste jaren van aan de wielen. Ja. Dus waar ik ook dat er snelheidswedstrijden georganiseerd waren op Koninginnedag. Was dat voor de leden? Dat was voor de leden, ja. Ja. Een soort wielerwedstrijd voor. Ja. En dan zeiden we: doe het niet een wedstrijd voor wat gebeurt er toch? Natuurlijk. Ja, weet je dat meteen je niks. Die naaien er gewoon uit. Ja. Nou, dat heb ik ook even vertaald voor de mensen niet meer goed. Dat kennen we. Drie dingen van deur. Bedankt voor het mooie verhaal wat je net verteld hebt. We komen straks even terug met andere activiteiten die onder jouw leiding georganiseerd zijn. Applaus voor Wim Daniels. En we gaan van de ene Daniels naar de andere Daniels. De rol van de familie Daniels in de wielersport. Hier kom ik nog even met Wim aan het praten. Want hij heeft eigenlijk een traditie, jullie weten, dat hij op tweede paas naar Gerber komt op het fietsje. Ja, en dan. Je rolde best nog een stukje. Is het nog steeds een rolde? Ja, moet ik zeggen. Voor de mensen die de eerste keer komen, die denken van nou. Hij heeft nog steeds dezelfde pet op. Heeft nog steeds dezelfde pet op. Vanavond ook in de Lievenkamp. Hij speelt ook ossies hier op de presentatie. Dus je vertelt elk jaar weer het verhaal van de ronde mis. Dat is echt het verhaal dat een hit bij Gerber hoort. Dat mag je ook trots zijn. Het was het trouwens bij de aspiranten toen. Geweldige sprint samen met Robert Adriaans, ook stippend. En Rob was eigenlijk denk ik, intrinsiek rapper, maar dat moet een heel klein verschil zijn. Maar Rob zegt altijd nog van ik heb gewonnen, maar we waren allebei buiten de schermers. Dus, en ook bij ons in ieder geval stond hij trouwens op het podium. Dus, ja. Ik kom ook altijd, ik kan het wel even ophelden nog bij mijn overbuurvrouw, bij Mien van Bussel. Ben ik altijd op bezoek en dan heb jullie wel eens ooit een boek over dat je aan mij gaf. Gezant in de zijde trui, volgens mij, ja, mijn de boekenplank te leken, dus ja, maar we treffen elkaar nog regelmatig. Van de ene, we gaan naar deze, Ronnie Daniels. Ronnie, kom er even bij staan. Moet ik even aan deze kant komen staan, makkelijker met jou te praten. Misschien aan de hand van de foto's, toch even terug naar deze kant. Kom er eventjes aan deze kant staan. Als je even zo wilt lopen, dan kan ik het even zo doen. Ik heb normaal gesproken een apparaatje mee. De dia's wel kunnen zetten, of de dia's wil ik zeggen, maar de beelden, dat lukt even niet.
Ik zie jou hier in de gele trui staan, Ronnie. En je bent volgens mij nog niet officieel coureur, maar je wordt het wel. Ja, dit is denk ik de jeugdronde van Nuenen heb ik toen gewonnen. En dat was denk ik 14 jaar, die had ook bij de wedstrijd gaan fietsen. Ja. En dat was die fiets, ja, die heb ik dat bij Adriaan Vriets gekocht. Dat was een jaar erop op wedstrijd fietsen. In Asten was er met spandatoogjes rekening konden rond. Dus dat was gewoon een wedstrijd. En het jaar erop in Asten, toen klopte ik op die fiets ook. En dat duurde van 20 gulden. Klopte ik toen Danny Overgaard. Dat was even de broer van Danielle Overgaard. Even topnieuweling. Toen doe ik een sprint. Dat was wel leuk. Ik zou daar zo snel nu. Gaan we naar de volgende plaatje. Want je had ook die fiets. Dat moet deze wedstrijd geweest zijn dan. Dat is de wedstrijd in Asten. Ja, je ziet het mooi dat die wollen shirts hadden we buiten lucht. Ja, dat klopt, is inderdaad Ast en die Nelis, die had ik een aerodynamisch pak had. Ja, dat hadden we helemaal niet met buiten lucht. Dus dat is inderdaad in Ast geweest. Ja. In Ast heb ik bij de junioren dat gewonnen. Dus dat was bij de nieuwelingen en ook bij de junioren 2 jaar daarna. Toen klopt ik hemeltje dat. We willen naar de volgende foto, je hoeft alle foto's te vertellen. We hebben hier nog een foto waar je het 7e praat met mijn collega met die Ulos Bellenmakers. Zeven was een van de drukste bezochte rondes. Dat je dit ziet, het licht was gewoon, ik denk met de junioren, was dat 5000 mensen waren samen. En als je dan langs de mensen zo je hand zou doen, dan ging sloeg je bier uit de handen. Dus het was een mooie, het was 9 uur s'avonds start. Ik ben speaker geweest, dat vond ik een van de meest gezellige wielerrondes ook naar afloop heb nog gedaan. Dus, dat is denk ik dit, maar ik heb al een beetje apart oog voor wat we straks over de ronde mis. Ik heb die over Wim kwijt, dus denk ik. Zou je toch kunnen zeggen? Want die staat hier eigenlijk op beter, of? Ja, had jij voor de wedstrijd nog gezien die hondenwissel? Nou, dit was wel zo. Hier werd ik derde, maar dan rezen we Spaak in de sprinterij. Dus Michael van der Wolf is dat volgens mij. En die andere kwam met Oster, ik heb zijn naam niet meer. Want in de sprint ging de Spaak eruit, dat denk ik wel. Ik anticipeer op Michael van der Wolf, die twee dochters zegt, die ook heel goed presteren. Waar je heel sterk in was, dat is natuurlijk heel erg duidelijk, een beetje de montentie van het peloton genoemd, de sprint. Hier zien we dat. Dit is eerstejaars amateur, de ronde van Os reed met z'n drieën weg. En 2 rondes voor het eind. En toen de sprint had ik actie te pakken. En ik weet nog wel dat Martin Teunissen kwam op de streep. Ja, die heeft er gewoon. En jij gewonnen, zegt hij. Dus dat was eerstejaars amateur en dan meteen een wedstrijd winnen. Dat was wel leuk. Ja. We gaan nog meer over Wimde krijgen, want ik had jouw hele fotoboek heb ik ingescand. Dus deze foto, en dan ga ik er even. Dat is denk ik, en dan ga ik deze foto erbij halen en dan zie ik volgens mij dezelfde foto in een ander shirt. Als je goed kijkt, in ieder geval dezelfde pose van binnen. Ja, dit is 2 keer de ronde van het Citroën geweest. Deze heeft een reken fiets nog bij Buitenlust en die andere is 2 jaar dan na geweest. En toen ben ik bij Colin Kool gaan fietsen bij Adrie Harings. En die haalde me ook naar die club toe om daar te gaan fietsen. En volgens mij is het de ene keer dat hij toen op het podium stond daar. Ik was toen net voor. Maar die andere foto, die was voor de finish, die andere. Ja, kijk, zie je deze foto. Maar in ieder geval dezelfde houding van Paulin, zie je hier. Hetzelfde pad hier. En dit is de foto. Dit is in Horst. Dat was dezelfde week als de Toetrode. De meeste wedstrijden op eentje na, denk ik, twee na in maart. En de rest heb ik al in de week van 20 juni heb ik alle wedstrijden gewonnen. Dus 6 of 7. En dit was had ik maandag de Toetrode gewonnen. En dit is zaterdag, denk ik, in Horst geweest. En toen kwam ik van het Noord-Limburgs Dagblad klassement. En hier kwam ik in de bocht volgens mij pas heel laat uit de bocht. Want dit was wel een close finish. Dus Finis, je hebt er nog verder ambities in de wielersport? Nee. Ik was junior, toen ging ik, mijn moeder dacht ik, was ik wel eens een uur, anderhalf uur weg trainen, maar dan was ik meestal rechter stip uitgefietst, even koffie wezen drinken en weer terug naar huis. En ik kreeg toch wel iedere wedstrijd prijs en meestal, dan had je geluk als je kon sprinten. Ja. Je hoeft er maar bij, je moest er nog wel bij blijven, de 80, 100 kilometer, maar dan als je dan met een groep van 40 man was, dan werd je toch wel eerst of twee van het groepje. Ja. Je bent eigenlijk in de wielersport of in de toerfietsen betrokken geweest. Je bent de voorzitter van Aan de Wielen. Ja, klopt. Sinds een jaar. Ja. En natuurlijk ook jouw zoon heeft de eerste voorzichtige schreden gezet op het wielerpad. Ja, Luc. Die is meer aan de toerfiets. Iemand zegt wel eens, hij is het tegenovergestelde van mij. Hij gaat in de regen fietsen en hij kan niet sprinten. Dat is niet in de game. Op zo'n avond gaan we die hele historie een beetje voorbij laten komen.
En ook een beetje de familie Daniels in het voetlicht gezet. En natuurlijk ook de baan gefietst met de Nederlandse kampioen. Het was jammer dat de baan niet dichterbij was, maar ja, s'avonds en 7 uur gefietst, dat 11 uur klaar. En de volgende dag met de auto naar Alkmaar en daar een Nederlandse kampioenschap fietsen. Ja, dat was natuurlijk. Maar dat moet ook iets voor jou geweest in de baan fietsen. Ik ben denk ik ooit best of de rest geworden bij de NK Sprint, 5e. En die eerste 4e fietsen elke dag. En ik kwam aan en ik had een fietsje samen toen met Chef van Dijk ook bij de Broeders Piraat gekocht, een oude baanfiets. En de spaken waren gesondeerd en toen was die andere allemaal wat beter materiaal. Maar dat vond ik wel leuk te bouwen. Maar het kan nog, want er wordt binnenkort een baan geopend in Zolder in België. Ja. Dichter bij huis. Ik heb een paar jaar geleden in Apeldoorn gefietst, maar dat ging niet meer zo eenvoudig. Bedankt Ronnie voor jouw verhaal. Applaus voor Ronnie Daniels. Ronnie werd overigens ook, ik weet niet precies de thuisstad, nee? Eén keer zevende, maar dat is een deze foto. Dit is een foto van Dr. Patrick, want ik zie erachter bij ons een nieuwe groosnaam. Zevende, toen we al een carrière voor de derde, vierde keer. Toen kwam iedereen één voor één op de streep. Ik zie je wel, volgens mij, Mathieu Dolmen nog schuin achter jou. Dan gaan we naar de, weer helemaal terug naar de jaren 70. De chef van Dijk. De chef toch? Ah, kom, we gaan jou eens even aan de tand voelen. En de carrière van chef heb ik eigenlijk ook al gedeeltelijk kunnen volgen. Ik heb hier komt staan. Ik weet hoe ze net zo tot zijn wacht, hè. Albert is wat dat betreft aan elkaar. Ik moest even kijken op de foto rechts of jij er wel was. Ja, dat ben ik. Ja. Vertel eens, dat is... Je hebt er een shirtje aan van Nune. Je bent begonnen met zeg maar, het winnen van de wedstrijden met die avond vierdaags hier in de buurt. Ja, in Gerwen, Nune en Lieshout. Onder begeleiding van Frans Koppers. Die had hier een paar man uit Aalen-Wissel. En die begeleidde ons, die trainde ons. En ja, dat was super leuk. Ik had alleen een renfiets gekocht bij Hansen Bakel en dat was maat 60, dus s'avonds had ik nog niet de hele goede maat, moet ik zeggen, dan gaan we een stukje verwijderd. Dan zien we jou hier op het podium staan, dat is ook in Nuenen. Dat was eigenlijk jouw eerste overwinning, denk ik. Hè? Ja, de rondes van Lieshout, Gerwen en Nuenen heb ik alle drie gewonnen. Ja. En toen was de avond vierdaagse Aalen-Wissel, was er toen ook al? Ja, dat was er wel, maar... Daar heb ik nooit meer meegedaan. Misschien dat je met natuurlijk wat 5 en 6 klas was in die tijd. Die foto die heb ik ook. Die hebben wij ook hier. In ons archief zitten. Of de familie hier moet ik zeggen. Want dit is Dronten, Nationaal Clubkampioenschap. Dronten, ja, met buitenrust. Toen werden wij 5e. Ik zit hier 1 na laatste. Frank Mongers en jouw broer. Marcel Verstegen, dat was er nog meer. Winnie van Dijk, Michel van Dijk. Dat moet denk ik afzien geweest zijn, zo'n vroege tijdrit. Nou, ik heb meer afgezien met trainers hier in de wedstrijd. Want toen had ik supergoeie benen, dus ging het goed. Ja. Toen was je inmiddels al overgestapt van de junioren naar de amateurs. Want de wedstrijd die in 1979 georganiseerd is, dat deze. Boekje op hier van de Wielerbond van Aalen-Wissel. In het kader van 800 jaar aan de Riksel, heb je je debuut gemaakt bij de amateurs in deze wedstrijd, volgens mij. En je hebt toen ook voor, als amateur voor verschillende ploegen gereden. Ik kan me in ieder geval herinneren van een Begelaar. Ik vond dat. Want dat was de militaire ploeg, stelde je uit de militaire ploeg? Ja, ik zat wel in de militaire ploeg en toen kreeg ik een contractje bij Van den Begelaar. Maar op een gegeven moment had ik een wedstrijd bij de junior in Eindhoven gewonnen, en hij is een man. En toen gaf Jan Peters mij het woord dat ik bij Van den Begelaar, bij RMB Glas ging rijden. En dan kreeg Van den Begelaar oren naar. En toen zijn ze mijn kleren 2 dagen voor de ronde van Aalen-Wissel op komen halen. Wat afgelopen, maar je hebt in die jaren toch heel mooie successen geboekt, regelmatig op het podium gestaan. Ik vond ook weer als een krantenknipsel dat je getekend had voor een ploeg die heette Atlas. Ja. Dat was na mijn diensttijd, in de militaire ploeg gezeten dus. En van daaruit heb ik bij Atlas Copco een jaar in de ploeg gereden. We reden toen op Superior fietsen, dat weet ik nog. Dat is de ploeg van Muis volgens mij in die tijd. Waar jij natuurlijk ook onbekend bent bij de Wieler Insider, zeg maar. Niet alleen over jouw sprint, zeg maar, want was jouw beste kwaliteit? Ja, onder andere wel, ja. Dat was ook, misschien dat het bij de volgende foto al voorbij komt. Hier nog niet, moet je even, dan heb je hier links uit de foto met...
leden van de militaire ploeg. Maar rechts is ook een interessante foto, want dan zie ik dat je Martin Teunis geklopt hebt. Ja, en Peter Harings. Dat was dus de ronde van de IJzerman in Eindhoven. Daar werd hem dus een contract bij van de Begelaar. Ja. Enfin, Erwin Begelaas. Ja. Dat was goed, dat waren wel een hele grappige man, die klopt. Ja, dat klopt. Ja. De bontempje in het peloton, Martin Teunis. Het gaat hier namelijk om dit. Heel veel mensen weten misschien niet dat Sjef ook regelmatig op de baan te zien is geweest. Toen had je nog, in ieder geval hou je op zondag, maar toen de wedstrijd door het jaar heen. Dat mag je wel uit de baan gedaan. Ja, daar heb ik meteen toen ik amateur werd, ben ik dus informatie ingewonnen om naar Rotterdam te gaan. En in de winterperiode heb ik 3 jaar gedaan. Ik heb daar een hele mooie tijd gehad. Ik ging 2 keer in de week naar Rotterdam. Toen zat ik nog in dienst. En dan ging ik met een beroepsmilitair knipping heette die geloof ik, of KVD. Ging ik regelmatig met hem naar de Ahoy. Maar ja, zondags en zo ging ik met een paar andere jongens uit Eindhoven. Dames, geloof ik nog. En ik kan die naam niet meer. En dat was een hele mooie tijd. Ik heb het liefste deed ik achter de derde. En dan zag Joop Seilaert ook. En daar heb ik het achter geleerd. Achter Joop Seilaert hoe je achter een derde moet rijden. Ik heb uit jouw fotoarchief ook deze foto nog kunnen achterhalen. Die komt hier dan rechts. Is dat hier achter Seilaert ook? Nee, ik mocht trainen achter Seilaert om het goed te leren. En dus de wedstrijden kreeg ik een andere heel mager manneke achter een derde. Je hebt een mooie carrière gehad. Op een gegeven moment ben je gestopt met de wielersport, maar je bent eigenlijk altijd wel betrokken geweest. Altijd nog blijven fietsen met de wedstrijden ook, of de wedstrijd je tocht erbij aan de wielen. Ja, dat klopt. We zijn toen hier in Aderichsel hebben een groepje opgericht, de Lenersgroep. Daar zijn we met een aantal nog steeds blijven fietsen. We hebben een paar wedstrijden gereden, crosswedstrijden gereden. Die groep bestaat nu nog. Ja. Dus. Dat blijft betrokken. Ik wil je bedanken, Sjef, voor je toelichting. Applaus voor Sjef van Dijk. Ja.